Hey, hallo allemaal. Welkom terug bij de basis. We zijn even weg geweest, maar we gaan weer lekker koken. Wat gaan we maken vandaag? We gaan bapao maken als onderdeel van onze serie Go-To Aziatische gerechtjes die we zelf maken. Die maken we niet echt op de authentieke manier, maar wel heel lekker en wat simpeler. Yes! Bapao. We beginnen met het brooddeeg. Yes. We hebben klaarstaan bloem. Wij gebruiken speciale bapao. Bloem kan je krijgen in de toko, maar gewone witte tarwebloem werkt ook. Doe maar in de kom. Daar gaat bij gist. Het is een gerezen deeg. Gist kan er gewoon bij. Allemaal? Ja, allemaal. Okay. Gedroogde gist. Kan ook verse gist gebruiken. Moet je 3 keer zoveel gebruiken. Okay. Dan gaat er water bij. Beetje warm water. Yes. Dan kan dat gist wat beter werken. Mm-hmm. Doe er maar bij. Allemaal? Ja, oh, allemaal. Okay. Zout kan er ook bij. Okay. Het vertraagt de werking van gist een beetje, maar het valt allemaal reuze mee. Je mag het eerst even roeren en dan gaan we het zo kneden op het aanrecht. Is dit een heel ander deeg dan normaal deeg dan? Of is het gewoon, nee, het is eigenlijk gewoon een basis brooddeeg. Okay, ja, okay. Het is heel weinig ingrediënten. Water, meel, zout, gist. Oké. Okay. Nou, noem het op het aanrecht. Net als ander brooddeeg moet dat deeg van bapao ook mooi elastisch zijn. En dat doe je door flink te kneden. En zo te trekken? Ja. Okay. Je duwt eigenlijk telkens dat er uit elkaar dat deeg, dan rol je het weer op. Je duwt het uit en je probeer maar eens. Eén keer? Of het is al vrij droog. Plak het is niet warm. Meer heen, hoor. Ja, oh, het is warm. Dat komt door het lauwe water. Oké, zo. Ja. En dan terugrollen. Ja, precies. Okay. Waarvoor is dat dan, dat je het zo uittrekt? Nou, in dat deeg, of in die tarwe zitten eiwitten, gluten noemen ze die. En die rek je een beetje op. Die vormen een netwerk en die netwerk geeft stevigheid en dat maakt het deeg elastisch. Nou, kneden moet je echt serieus nemen. Dat duurt echt wel 10 minuten voordat het mooi elastisch is. En je merkt het ook vanzelf. Wanneer weet je of het goed is, dan neem je een klein stukje deeg, een klein bolletje eruit. Dat hou je tegen het licht. En als dat zo... Dat je het zo uit kan trekken, kijk, nu vallen er allemaal scheuren in. Zonder dat er gaten in komen. Zonder dat er gaten in komen, dat je daar mooi door eigenlijk het licht er doorheen valt. Oké. Okay. En dan heb je goed deeg. Het prachtig deeg. Deeg is goed. Gaan we dat in een kom bewaren. Heel klein beetje olie erin. In de kom even door die olie heen, zodat er overal een filmpje olie aan de buitenkant van de deeg zit. Kan niet uitdrogen. En dan kunnen we het gewoon rustig laten staan op een warme plek, wordt dan meestal gezegd. Mm-hmm. Ja. Warme plek. Waar is je warme plek? Dat is gewoon je huiskamer. Oké. Okay. Ik zat altijd boven de verwarming. Ja, boven de verwarming is ook prima. Okay. In de oven op een hele lage temperatuur, 30 graden kan ook, maar dat op een warme niet. Plek is genoeg. En dan een uur, anderhalf uur is het deeg goed. Nou, moet er geen doek op of zo? Of plastic? Ja, een plasticje. Kijk, ik heb hier eigenlijk al een stukje deeg voorbereid. Kijk, dit is het verschil. Dit is gerezen deeg, ongerezen deeg. Dus het moet ongeveer in volume verdubbelen. Dus deze keren we om. En deze gaan we in stukjes verdelen. Kijk. In stuks? Ja. Dan moeten we eigenlijk even een plateau hebben of iets waar we ze op kunnen zetten. Want ze moeten zo, als we ze goed gevormd hebben, moeten ze weer even rijzen. Oké. Okay. Kijk. Hier kunnen we ze opdoen. Nu gaan we de bolletjes mooi vormen tot mooie ronde balletjes. Dat noemen ze opbollen. En je pakt een stukje deeg. Op je vlakke hand ga je het eigenlijk zo ronddraaien. Dat kan ook op de werkbank. Maar ronddraaien terwijl je een holletje hebt in je hand? Ja, je maakt een holletje in je hand. Okay. En dan ga je zo eigenlijk ronddraaien. Dat deeg dat draait dus eigenlijk rond in die bolling van je hand. Dat is echt heel mooi. En je mooi. Ziet wat er gebeurt is, er komt een klein rondje gaatje. Onderin. Een klein gaatje. En nou, dan zet je ze op de bakplaat. Ik heb niet zo'n groot handvlak als jij, dus ik kan niet zo goed draaien. Ja, maar je kan dit ook. Kan ook op de ding. Moet je wel een beetje weerstand hebben. Ja, dit gaat wel goed. Ja. Is deze mooie, al mooi brood. Genoeg? Ja, die is mooi genoeg. Okay. Deze zijn helemaal klaar. Laten we nog een half uur rijzen, ook weer op kamertemperatuur. De vulling. Yes. De vulling. Je kan 1001 vullingen. Er zitten heel vaak vleesvullingen zitten erin. Pikante, kip, et cetera. Gaan we lekker niet doen? No meat for that. We gaan vegetarisch wil gehakt gebruiken. Yes. Eerst die uitjes even fruiten. Ja. Dan gehakt erbij. Nou ja, je ziet het vanzelf. Ik doe de uien er vast bij. Eerst de uien. Ja. Even wachten. Ja, die bakken we even.
Ja. Oké. Kan de rest erbij al? Ja, doe er maar gehakt bij. Gehakt eerst? Ja. Dat niet eerst? Ja, gehakt en dan de uien. Oh, okay. Ik ben altijd met die knoflook een beetje voorzichtig. Ja. Want als je die in de hete olie gooit, dan kan het snel verbranden. Ja. En dat rullig gehakt, dat vega gehakt, dat is natuurlijk al helemaal gaar. Ja, dus dat hoeft er niet heel lang, niet heel lang te pakken. Okay. Dan mag je er eigenlijk ook al wel het vijf kruidenpoeder bij doen. Ja. Lekker. Wat zeg je eerst? Sambal, boter, saus? Maakt niet zoveel uit. Dat mag allemaal, doe er maar bij. Oké. Okay. Ja. Hey, maar die zet ik wel weg. De hoisinsaus. Dat is een beetje als sojasaus, ook een gefermenteerde saus van sojabonen. Maar heel dik. Maar deze is veel dikker en ook wat zoeter. Heeft een hele uitgesproken smaak. Maar past heel goed in zo'n bapauvulling. Die vulling van een broodje bapau, die moet echt plakkerig zijn. Want als die heel rul is, dan krijg je echt enorme chaos als je die vulling in dat broodje, in dat deeg wil stoppen. Ja, gaan we samen pakken? Ja. Kan je die bonen eigenlijk gelijk al pakken of moeten die warm zijn? Nee, die pakken wat makkelijker als ze warm zijn, maar inderdaad, dat is een goede tip. Prak, dit ziet er hartstikke goed uit. Dit is helemaal goed, dan gaat hij uit de pan. Dan kun je hem op een bord doen en dan kunnen we hem helemaal laten afkoelen, want hij moet echt minimaal kamertemperatuur moet hij straks in het deeg. We gaan verder met de babau. Dit deeg, de mooie bolletjes die we net hebben gemaakt, heb ik even afgedekt met een beetje bakpapier tegen het uitdrogen. Mm-hmm. En wat we ook hebben gedaan, is alvast de vulling in gelijke balletjes verdeeld. Gehaktballetjes. En die moeten in het deeg. Ja. Nou, hoe krijg je ze in het deeg? Dan draai je een bolletje deeg op. Eerst echt een goed gat erin maken. Met 3 vingers duw je dat eigenlijk gewoon uit elkaar. Dan de vulling erin. Nu doen wij vrij ruime vulling erin. Duim erop. En dan het deeg eromheen werken. Daarom is het ook lekker om je eigen bapau te maken. Deeg er goed omheen te werken. Een beetje van onder halen. En dan echt goed dichtknijpen. Zo. Omdraaien. Beetje opbollen, dat hij weer een mooie vorm heeft. En dat is hem. Gehaktballetje in. Nee, hij moet iets groter nog. Nee, maar kijk maar naar mijn voorbeeld. Oké, dus hij moet er lekker omheen. Hij moet er omheen. Ja? En nu ga je aan de buitenkant, dus je zet je handen er helemaal omheen. Ja. En je houdt je duim op de bovenkant van die deegbal. Ja. Oh, en met deze die hand. Duim. Ja. Ja. En dan ga je dat deeg er omheen trekken. Ja. En dan duw je het gewoon hier tegen elkaar aan. Ja? Dan ga je eigenlijk rondom. Tot die hele bal omhult. Daarom is het ook zo belangrijk om balletjes te maken alvast van die vulling. Want als je dit, als die vulling rul is, niet plakt, dan gaat dat helemaal aan dat deeg zitten. Nou, heb je hem helemaal deeg? Heb je hem helemaal deeg? Heb je hem helemaal dicht? Ja? Dan draai je hem weer om. Ja? En dan maak je weer net even dezelfde beweging als we net hebben gedaan. Zodat hij weer mooi glad is aan de bovenkant en dicht aan de onderkant. Nou, dat is eigenlijk... Dat is hem. Dat is hem. De laatste. En dan moeten ze weer even staan. Kwartiertje. En dan kunnen we ze gaan stomen. Ja, en hoe stoom je? Ik vind het makkelijkste een stoommand. Kan je in de toko kopen. Niet duur. En die zet je in je wok. Dus hier heb ik water, kokend water. En omdat die wok natuurlijk zo schuin loopt, blijft die mand boven de bodem staan. Mand. En deksel erop en je hebt een stoommand in je wok. Ja. Er zijn ook speciale stoompannen. Hierachter heb ik er één. Ja. Is heel handig, heb je 2 verdiepingen, maar is nergens voor nodig. Wat wel ontzettend belangrijk is, is dat je die wapaus op een stukje bakpapier zet in de stoommand. Ja, dus die hebben we mooi geknipt. Als je dat niet doet, vergeet je dat ook nooit meer, want ze gaan enorm vastplakken aan je stoommand. Ja. Dat wil je voorkomen. Dus die kunnen er ongeveer in deze stoommand 50 gelijk. Ja. Waarom niet 1 stuk bakpapier over de hele bodem? Dan komt het water niet meer door de onderkant heen, toch? Dan komt er geen stoom meer doorheen. Zo. En die stoom is noodzakelijk. Heel mooi.
in. Deksel erop. Nou, we stomen ze nu in 2 keer. Ja. Duurt 10 minuten. Tot zo. Belangrijk, als je aan het stomen bent, zorg dat er altijd water onder in die pan blijft staan. Dat het niet droog kookt. Ja. Dan kan je niet meer stomen. Nee. Hoe ziet het eruit? Kijk, ik heb toch al een broodje eruit gehaald. Kunnen we die even door midden snijden. En dan zie je... Lekker goed gevuld. Dat is fijn. Want als je in de winkel koopt, dan heb je echt zo'n klein, een heel klein stukje beetje. Erin. Wat we allebei heel erg lekker vinden erbij is zoet chili saus. Sweet chili. Beetje dippen en eten. Yes. Nou, eet smakelijk. Lekker. Nou, ik wacht niet hoor.